Erik Wiebes wordt waarschijnlijk de nieuwe minister van economische zaken en klimaat. Jawel, Erik Wiebes wordt waarschijnlijk de nieuwe minister van economische zaken en klimaat. Dat zorgt er voor veel hashtag ophef, want ja, één Erik Wiebes en twee economische zaken en klimaat. Dat is toch een hele rare tegenstrijdigheid. Je vraagt je af hoe ga je in dat veld een afweging maken? He, iets wat goed is voor um, het klimaat, is niet per se goed voor de economie. En iets wat goed is voor de economie, is zeker niet per se goed voor het klimaat. Maar in dat licht is in feite het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu, net zo zietovreden. Dat nieuwe stuk asfalt is zeker niet goed voor het milieu. En uh, dat rottige milieu, zit ook altijd weer de nieuwe spoorlijn of de snelwegverbreding in de weg. Maar ik snap dat dit rader aanvoelt, hè? economische zaken en klimaat. What's in a name? Wat dan wel belangrijk is, in 2010 fuseerde het ministerie van Economische Zaken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Fuck jou, voedselkwaliteit en natuur. In 2010 viel die term natuur dus al weg. Rutte 2 besloot in 2012 zelfs alleen de naam economische zaken te gebruiken. Want ja, economische crisis. Hè? We moeten eerst geld verdienen, de rest die komt later. Maar nu zijn we uit die economische crisis, min of meer. Ik denk dat we er, als we zo doorgaan, vanzelf ook weer inkomen. Maar dat terzijde: hè, het natuur en het klimaat en het milieu zijn hot. Zowel figuurlijk als letterlijk. En heel belangrijk, onder het bewind van de VVD-premier: er valt geld te verdienen aan het milieu. Of zoals de snackcourier het zegt. Geld verdienen met duurzaam ondernemen. Het kan. Natuurlijk was een eigen minister beter geweest. Hè? Uh, met een betere titel dan minister van Klimaat ook. Uh, want klimaat staat voor gemiddelde weertoestand en die is best prima. Uh, daar hebben we geen minister voor nodig. Wel eentje die zich zorgen maakt om de klimaatverandering. Dus minister die zich zorgen maakt om de klimaatverandering en daar ook iets aan gaat doen, dat was een betere naam geweest. Maar natuurlijk. Ja, veel te spannend voor Calvinisten als Rutte en Buma. Dus klimaat uh, en dan bij economische zaken waar het eigenlijk ook al hoorde. Um, maar vanaf nu mag het er weer staan en het mag weer genoemd worden.